Bedreiging met mes en doodsbedreigingen, verbaal, dat soort dingen komt voor. Grootschalige conflicten ook meegemaakt, dat grote groepen mensen slaags raken met andere groepen en daar sta je dan soms tussen. En dan, wat doe je dan? Ja, wat doe je dan? Je probeert te overleven en te kijken of je eruit kan komen uit die situatie. Vandaag werd er in de Tweede Kamer ook gedebatteerd over de maatregelen die Harbers heeft aangekondigd. We staan erachter. We moeten altijd stimuleren dat er aangifte wordt gedaan. En dat niet alleen, maar dat er vervolgens ook iets met die aangifte gebeurt. Maar dat helpt ook weer om dossier op te bouwen over een overlastgever, zodat hij misschien sneller het land uit kan. Een aantal keren werd ook gezegd door de politie, doe maar geen aangifte. Dat heeft geen zin, want het wordt toch geseponeerd. En dan werd er een melding gemaakt waar je verder dan ook eigenlijk niks aan hebt. Ja, het stimuleert natuurlijk niet. Er zouden helemaal geen aangiftes moeten komen. Het is natuurlijk belachelijk dat je een aangifte moet doen voor je eigen veiligheid te kunnen realiseren. Ik heb ook wel meegemaakt dat de politie niet durfde te komen. Dat ze buiten de slagboom stonden te wachten en riepen om versterking. We zijn nog één ding bijvoorbeeld ook aan het onderzoeken. En dat is of ze, als je echt werkt met overlastgevenden, ook van bodycams kunnen worden voorzien. Want we weten dat dat bijvoorbeeld heel goed werkt. Want dan gaan mensen niet meer in de fout. Ik hoop dat ze een beetje zien dat er stappen worden gezet, dat er maatregelen kunnen worden genomen, dat die huisregels kunnen worden aangescherpt, zodat zij straks iets in handen hebben om te zeggen, zo gaat het hier, doe je daar niet aan mee, dan ga je gewoon achter de deur. Dat is wat belangrijk is, dat moeten we organiseren. Wij hopen dat staatssecretaris goed naar ons gaat luisteren en dat de veiligheid van de werknemers daarmee gewaarborgd kan worden. Nou, heeft u daar een beetje vertrouwen in na vandaag? Niet echt, nee. Doe je best maar, staatssecretaris Harbers.